Weer een domper voor festivalliefhebbers en organisatoren. Want meerdaagse festivals mogen tot 1 september niet doorgaan. Dat heeft de overheid besloten. En voor Brabant gaat het in elk geval om Festival Decibel in Hilvarenbeek en Nirvana Tuinfeest in Lierop. Ja, in Lierop is onze verslaggever Imke van der Laar bij Nirvana, althans op het terrein waar dat gehouden zou worden. Ja, hoe valt deze beslissing daar? Ja, je kan je voorstellen dat ze hier enorm teleurgesteld zijn. Over precies een maand hadden hier op het veld duizenden muziekliefhebbers moeten luisteren naar artiesten zoals Danny Vera en rapper Snelle. Nou ja, en die moeten nu dus weer worden afgebeld. De organisatie had daar natuurlijk wel een beetje rekening mee gehouden. En ze zijn ook blij dat de knoop nu is doorgehakt in plaats van op het laatste moment. Maar ja, het blijft een dubbel gevoel en die pijn die overheerst. Ja, hier hadden over een maand duizenden bezoekers moeten staan, hè? Ja, ja, hier zou onze tent staan. Mainstage zou daar staan, hier zou onze tent staan. En we zouden 3 dagen een uitverkocht festival hebben, helaas. Ja. Balen. Ja, het is heel erg zuur. Het nieuws dat de meerdaagse festivals niet door mogen gaan, kwam hard aan. Hij kwam heel hard binnen, harder eigenlijk als vorig jaar. Kijk, vorig jaar wisten we het, nu hadden we een beetje hoop naar 13 augustus. Maar nu trekken ze allemaal tot alles door naar 1 september. En dat is keihard binnengekomen. Toch is de organisatie blij dat er nu duidelijkheid is. Maar we zijn hier vooral voor onze vrijwilligers en we blij dat we nu kunnen zeggen van helaas, 2021 wordt het niet, 2022 komen we keihard terug. Ja, want dat zijn jullie wel van plan? Dat zijn we zeker van plan, want we laten ze eigenlijk niet door een pandemie uit de weg slaan. Zeker niet. Nee. We hebben nou ook nog dat andere grote festival, Paaspop in Schijndel. Dat is al verplaatst naar begin september. Wat gaan zij doen? Ja, dat is natuurlijk nog wel even spannend, want zij vallen nu vlak na die deadline van 1 september. Maar ja, vooralsnog lijken ze geluk te hebben en de organisatie zegt, zoals het er nu voor staat, laten wij alles doorgaan zoals gepland.